Nansandi allazil qadar kisat laylatul qadar lesant maymunatu ngir mo fonku laylatul qadar nansandi allazil qadar kisat laylatul qadar lesant maymunatu ngir mo fonku laylatul qadar nan japp ki di sona may bu dara dar ngir monu may xewal yu day demonu may jarin ci laylatul qadar Zegt een temperatuur? Afval. Beter mee als gisteren. Het is wel warm, dat kan ik u wel verzekeren. Maar gisteren waren we er helemaal stiek kapot. En nu is nog 10 kilometer. We hebben ons goed geamuseerd. Oké, fijn. En hoe is Afrika? Super, een hele ervaring. Ja, echt waar. Chris, graag een impressie. Hoe voelt het om de anti-held van de dag te zijn? Geen commentaar, Chris? Het is hier heet, mannen. Ja, het is warm, maar het is schoon, heel schoon. Het is heel, een beetje. Maar het blijft schoon en warm. Dag San, hoe is het? Goed. We zitten in de kopgroep. We zijn op het einde van onze tweede rit. En de eerste rit was verschrikkelijk zwaar. In de tweede rit kunnen we allemaal recht door het zand rijden. Is dat een pak beter. En mijn bril is helemaal nat. Jullie namada, doe jij wauw, doe jij, begin doe jij, zo kan begin, jaro diwa, jullie namada.
Tom, hoe is de regelmatige busverbinding? Dominique, puur uit interesse, is het eigenlijk gezond om in deze hitte te fietsen? Verschrikkelijk ongezond en heel onverstandig van hier te rijden. Wordt toch plezant. Het is een loodzware hitte en die eist zijn tol. Daar moeten we echt wel rekening mee houden. Dus bij momenten niet te doen. Minder zwaar als gisteren, maar toch nog zwaar genoeg. Enorm. In het begin viel het goed mee, maar op het einde, de 5-6 kilometer, serieus wind op kop, toch nog afgezien. Eigenlijk tweede keer gestorven vandaag. Oké, dank u. Luc, voor jou dezelfde vraag. Wat vond je ervan? Leuke dag, warm. En we hebben gewoon een Tom beetgenomen op de middagpauze. Hè. Stilletjes vertrokken en heeft ons niet meer ingehaald, dus dat was de bedoeling. Een beetje een kleine list. Kleine list, ja. Tout absolument tout à fait fou. Dingue. We zijn vanavond in Loerse-Zijn aangekomen. We hebben onze tweede rit achter de rug. En we krijgen hier een spektakel ter plaatse. De bevolking die hier aan het dansen is. En eigenlijk met de djembes een algeheel spektakel voor ons geeft. En ze zijn aan het dansen en de ritme in te brengen. En ze trachten ons mee te trekken. Hè. Loopt de organisatie een beetje volgens plan? Volgens plan. Dat is een heel moeilijk gegeven in Afrika natuurlijk. Hè. We hebben het allemaal heel goed voorbereid. En dan mag ook op land hier en daar moeten we wel wat bijsturen. Maar het loopt wel allemaal heel goed. Hè.